Goedenavond, lappenleggers en lekkerinnekers. Welkom op deze tweede Maxdam dan weer. Hartelijk welkom, dames en heren, lappenleggers en lappenlekkerinnekers. Op deze tweede Maxdam van 2015. Voor de 36e keer georganiseerd door het jubilerend, door de jubilerende vereniging de Lappenleggers 45 jaar bestaan dit jaar. Schiaal is of niet? Ja, natuurlijk, joh. Goed, mooi nu hoor. Hoi. Ah, Boris hey. Zit klaar. Weet je wel een schiaal is? Nee. Oh. Hey, wie al fijn dat je bent, Matt. Wel leuk. Oh, hoi. Mijn haar zit allemaal terug. Dat geeft niks. Oh. Mijn moeder had allemaal geen tijd om mijn haar goed te doen. Nee? Ja, ik denk, dat komt wel goed. Ben je wat? Dan. Roy, moeten wij hier van alles gaan verkopen, jongen? Dan gaat het toch niet worden? Dat gaat het niet worden, nee. Ik weet niet waar ik hier in terecht ben gekomen, nee. Maar dat gaat hem dus niet worden. Hé, hey, wat vind je trouwens van het nieuwe huispeksje? Is dit? Ja, ik vind het hartstikke schoon, Rian. En een decolleté. Is hij niet meer te laag? Huh? Is hij niet te leeg? Ik wist niet dat jij borsthaar had. Jongen, dat heb ik ook helemaal niet. Ja, dan is een decolleté wel eens te leeg, ja. Dat is wel zo, hè? Oh, Roy, je moet ook niet alles vertellen hier. Nee, ik ook helemaal niet. Nee, dat weet ik. Oh, met waar zo druk. En ik heb eens moeder gevraagd: zet ik ergens de vuilniszakken buiten? Dus zet de kliko en de vuilniszakken buiten. Ja? Komt je vuilniswagen aangereden, komt de moeder aan. Kan er nog wat bij? Ja, ja, zit die vuilnismannen. Klimt er maar in, vrouwke. Dat is moeder, hè? Even kijken, Jan, of we alles wat bij hebben, hè? Ja, we hebben alles bij. Oh nee. Kijk, deze was het nieuwstof. Dat vond ik toch wel heel schoon. Ja, vrek schoon. Zeg, ja. Je mag stunt blijven, of niet? Daar hebben ze zo'n vrek schoon spulletjes, Roy. Oh. Zeg, maar het zal nog wat drukker worden, Rian. Ja, dat we hebben maar verstaan dat het wat drukker wordt. Ja, mensen, we zijn met de tweede winkel bezig, weet je niet? En ik was net ergens geweest te kijken met een puinhoop en een hoop troep. Edwin Bolter was aan het schilderen. Dus ik zeg tegen Edwin, zullen we misschien een krant onderleggen of zo? Nee, nee, zit die bendig, ik kan er zo ook wel bij. Hé, hey, Roy, ik was net bij een dokter geweest, hè? Ja? Hij zei dat 100% in orde was. Oh ja? En hebben ze het al niks gezegd over de oude zuur gezicht? Nee, ik heb het helemaal niet over jou gehad. Dames en heren, de volgende artiest, hij is de steward van Helmond Sport. En die mocht heel wat mee, meestal een mooi woontje heb ik al begrepen. Maak een hartelijk applaus. Voor welke club ben ik aan? Voor welke club ben ik aan? Ik ben voor Helmond Sport, ik ben voor Helmond Sport. Voor welke club ben ik aan? Voor welke club ben ik aan? Tuurlijk voor Helmond Sport. Ja, eigenlijk had ik politieagent willen worden, hè? En veel mensen klagen over de politie, maar ach, ze doet toch niks.
had nog wel politie-examen gedaan, maar ik was niet geslaagd. Ze vroegen, stel, je rijdt nou een auto langs een afgrond. Links van u rijdt een brandweerwagen met sirene, voor u rijdt een verke en achter u vliegt een helikopter. Hoe kan ik stoppen zonder ongeluk te maken? Nou, ik wist het niet. Maar ik moest dan uit een draaimolen stappen. Voor de bokser die vanavond hier in Hogelo zijn eerste wedstrijd speelt, mag ik een hartelijk applaus voor Knakki Balboa. Ik was op les naar een dokter geweest, want ik viel me naar je om niet goed. En ik door naar dat gebouw uit het nieuwe gemeentehuis, oude gemeentehuis. En, ik ben een dokter binnen. Ik zei, dokter, ik voel me kloten. Hij zei, nou, dus de hand maar eens uit de zak. Ik viel me daar een beetje vergeetachtig en ja, het is onder andere wat slapjes. Hij zei, hoe zit het met de seks? Ik zei, nou, hartstikke goed volgens mij. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, daar zou die slapjes van worden zitten. Hij zei, als je nou die dinsdag is oversloegd? Ik zei, nou, dat vindt bij ons thuis nooit goed, want dat is ineens de dag dat ik thuis ben. Hij zei, het gaat erg slecht met u. Ik weet niet of ik nog wel eens lang te leven had. Nou, ik kreeg oogdruppels mee, zodat ik snel wat meer zag. En het advies, om eens een keer een modderbad te nemen op de boerderijspa op het heiend. Hij zei, dan kunnen we vast wennen aan grond in rennen. Ja, ja. Ik heb ook nogal wel last van mijn beenwerk, mijn voetwerk, want dat is toch wel heel belangrijk. Hè? Voor een bokser, je moet toch voor een keer bewegen. En, mijn extra zorgen die waren natuurlijk naar de kloten. En ik denk, weet je wat, ik ga gewoon naar Cheryl. Ik zeg, Cheryl, ik heb last van mijn extra zorgen. Ja, ik zie het, zegt Cheryl. Maar het zijn eigenlijk liktorens. Zo, zeg nou, dan begint het maar zo. Maar het schoot niet op. Ik zeg, Cheryl, als je zo dubbel en lekker, dan zit ik in mijn avondje nog. Dus zij met de sleeptol aan de gang. En ze had je wel wat afgehaald. Ik ga eerst maat 43 en toen had ik nog maat 42. Maar ik gooi mijn handdoek in de ring, want het is mooi geweest. Hè? Nee, ik moet naar huis, want het is lang genoeg geduurd. En Snelly die ligt nog op bed. Hè? Want ik zou hier rennen gaan. Ik had afgesproken met mijn kameraden dat ik naar de bakker zou gaan. Maar Snelly zei, je blijft maar eens een keer thuis, je bent er nooit. Dan gaan we thuis wel leuke dingen doen. Nou, dat is goed dan, ik blijf wel thuis. Nou, we zijn er boven. Een leuk peksje aangedaan. Kom boven en ligt ze op bed. Als er wel handboeien bij liggen, dan zegt, doe die maar aan, kunnen geen leuke dingen doen. En dan was ik hier. Mag uw aandacht voor de volgende act. Zo, de kop is eraf. Oh, lucht. Oh, dat is een nekel aan als ze ons zo lang dicht laten. Ja, maar dat is toch niet zo erg als maar half leeg drinken? Ja, daar worden ze lauw van. Vorige week hadden ze ook maar half leeg gedronken. Stond ik op Prinsenbal bij de Raad van Elf. Ik stond bij Kevin Zorn en dat was binnen een paar seconden gebeurd. En dan gaan we weer naar de brouwer. En dan worden we weer opnieuw gevuld. En toevallig kwam ik weer in Hogeloon terecht, bij de mangel. Neffenman op de bar. Wie heeft ons eigenlijk opengemaakt? Prins Billy Bolide en adjudant Boelie. Billy en Boelie. Lijkt wel een duo uit de Kenderbuukske. Billy en Boelie gaan op avontuur. Billy en Boelie in de trein. Billy en Boelie in de dierentuin. Willy en Boelie leren klok kijken. Dat is al een iets dikker buksje.
en de vriendengroep Zonnaam. Maar nou was ik les bij de dokter, want ik had nogal last van winderigheid. En toen moest ik mijn eigen uitkleden en daar op die behandeltafel gaan liggen. En oeps, mij liet ik er alleen in vliegen, hè. Komt die een dokter eraan met zo'n hak? Ik zeg, zit ik daar mee van plan? Nou, ik ga eerst even het klepraampje openzetten. In Hoogeloon, te weten Blauw en Hoed Blauw. Met zijn jubileumjaar had de vereniging iets nieuws te brengen en een Blauwe Hoed ondersteunt ze daarbij. Ze stappen af van hun oude trellel en komen met iets totaal anders. Ga gerust uit je ballen, want dat doen we ook. Hier is het genootschap onder de Blauwe Hoed. Lappelekkers en de lappelekkerinnekes. Luister even naar deze zinnekes. Wij zijn niet van de Italianen met hun azuri. Houden niet van kobalt of van indigo. Wij hebben dat blauwe. 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 Van de frigo. Yo! Dan rest mij jullie nog een hele gezellige avond toe te wensen. Zij gaan een keer bij de Polonaise door de zaal. Ik zou zeggen, tot de volgende keer ergens bij de carnaval. Dan zullen jullie allemaal een keer verschijnen.